Ik heb op dit moment nog meer dan 2000 edelstenen op mijn account staan. Ja, jullie zien het. En die moeten natuurlijk op. Die gaan we in deze video opmaken, want dit wordt namelijk een Road to Alle Skins video. We zijn ondertussen heel goed op weg. Jullie hebben misschien de vorige video's gezien, misschien ook niet. Maar in ieder geval, we hebben de afgelopen week behoorlijk wat nieuwe skins gekregen. En op dit moment zijn dit de enigste skins die ik nog moet krijgen. Dit zijn er in totaal volgens mij 23. Kunnen we even checken? Ja, inderdaad. We hebben 5 rijen van 4, dat zijn 20. Plus eentje van 3 en dat zijn dus 23 skins in totaal. Dit zijn de enigste skins die ik nog moet krijgen. Voor de rest heb ik alles. Dus van mijn stumble tokens kan ik helemaal niks krijgen. Ik heb gewoon alles. Epische, legendarische en zeg maar special skins al. Die heb ik allemaal al. Dat is toch lijp. Maar vandaag gaan we kijken dus hoeveel nieuwe skins we kunnen krijgen van die 2000 edelstenen die ik nog heb. Dan gaan we gewoon lekker vaak aan het gewone skinrad spinnen. En dan gaan we zien wat er terecht van gaat komen. Maar als jullie er zin in hebben, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes zou tof zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dat is natuurlijk ook net zo leuk. Maar laten we eerst maar even 3 keer gratis gaan spinnen. Doe ik elke dag. Krijg je soms edelstenen, stumble tokens, maar af en toe ook een skin. Volgens mij is de kans ongeveer 1 op 3 dat je een skin krijgt. Is die heel groot? Maar hey, die kans is wel aanwezig. Dus het is altijd even de moeite waard om hier te spinnen. De kans op een skin is 24%. Dus 1 op de 4 keer krijg je een skin. Edelstenen is 45%, stumbletokens 31%. Dus ja, de kans dat je een skin krijgt is ook wel aanwezig dat je dat gewoon helemaal niet krijgt in 3 spins tijd. Maar hopelijk gaat dat nu wel gebeuren. Een gewone skin zou mooi zijn. 1 stumbletoken. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Dat is echt het allerslechtste wat je bijna kon krijgen. Nou ja, hopelijk krijgen we nu iets beters. Ik heb trouwens 1 keer die 75 stumbletokens gekregen aan dit gratis rad. Dus je kan wel echt grote prijzen krijgen. We krijgen nu 15 edelstenen. Nou ja, toch even mooi meegenomen. Dan hebben we er weer ietsjes bij. Ja, we hebben nu 2195 edelstenen. Normaal gesproken ben je daar ongeveer 15 euro voor kwijt, denk ik. Ik denk dat je sowieso daarvoor kwijt bent. Dus, nou, in verhouding niet extreem duur. Trouwens, misschien iets goedkoper als je die 5000 edelstenen koopt. Maar ja, het kost wel weer wat geld. En we gaan het dus wel weer allemaal opmaken. In totaal kunnen we bijna 40 keer aan het rad spinnen. Ja, net niet. Er komen 5 edelstenen tekort. Misschien moet ik dan zo meteen nog even een reclame kijken. Zodat we toch misschien nog 1 keer extra kunnen spinnen. Maar 40 keer spinnen. Hopelijk gaan we een paar nieuwe skins krijgen. Zou toch even mooi zijn. We krijgen nu Cristiano Ronaldo. Volgende, een epische. Ja, daar heb ik helemaal niks aan. Want alle epische heb ik sowieso al. Dus we moeten algemene of van die bijzondere of zeldzame skins krijgen. En van de zeldzame skins hoef ik er volgens mij nog maar 2. Van die algemene moet ik er nog 8. En van die andere bijzondere moet ik het meeste nog. Dus de kans is het grootst dat ik een nieuwe skin krijg als het een bijzondere is. En dat is dus een groene. Een legendarische skin is volgens mij 3% kans dat je dat krijgt aan dit rad. Dus die kans is vrij klein. Maar je weet het nooit. Die pinguïn die had ik al. Ja, inderdaad, die heb ik dubbel. Dus tot nu toe alleen maar dubbele gekregen. Zal wat zijn als ik in deze hele video alleen maar dubbele krijg? Nee! We hebben nu al de eerste nieuwe. Hoppa, de eerste nieuwe skin van deze video is een feit. Volgende. Deze hadden we al wel. Dat is dan wel weer jammer. Maar dat betekent dat we nu nog 22 skins nodig hebben om alle skins te krijgen. We krijgen nu een epische. Die had ik ook al. Ik denk dat we nu nog 2 of 3 keer aan het rad kunnen spinnen. Nou, dat doet hij automatisch. En deze hadden we ook al. Dus we hebben 1 nieuwe skin gekregen. Dat was die bijzondere skin. Dus dat is op zich wel nice. Maar als ik eens ga kijken. Van alle skins die ik nog moet hebben. Check trouwens hoeveel ik er al heb. Zal ik eens tellen binnenkort hoeveel ik er al heb. Maar van de bijzondere zijn inderdaad de meeste die ik nog moet krijgen. Ik heb 12 bijzondere. 8 algemene en 2 zeldzame die ik nog moet krijgen. Voor de rest heb ik dus alles. Weet je wat? Ik ga even snel tellen hoeveel skins ik al heb. Ja, dit is wel even wat telwerk, maar hé. Ik ga het even doen, want ik ben er wel benieuwd naar. Ik heb in totaal 206 skins. Ik heb het even snel uitgerekend. Dit is absurd. Ik heb zoveel skins, jongen. Dat is niet normaal. Maar ja, we hebben ze dus nog niet allemaal. Maar dat komt natuurlijk ook omdat er in de loop van de tijd steeds wat nieuwe skins bijkomen. Maar echt niet normaal hoeveel skins we hebben. Oké, we gaan nog een keer spinnen. Kom on. 10 keer in totaal, dus het is niet eens 1 keertje. Maar hopelijk krijgen we er nog een paar nieuwe erbij. Hoppa, dit is onze 207e skin.
blijft gewoon bizar. Er zit ook een nieuwe... Twee nieuwe skins achter elkaar. We hebben nu al 3 nieuwe skins gekregen. Oh, dit gaat heel lekker. Dat betekent dat we op dit moment nog 20 skins moeten krijgen. En dan heb ik ze allemaal. Tot nu toe vrij veel geluk. Want zoals jullie weten, ik heb dus bijna alle skins al. En we hebben weer een nieuwe. Dus 4 nieuwe skins al in deze video. Lekker man. Oh, we hebben echt ziek veel geluk. We hebben dus nu gewoon 3 nieuwe skins in 5 spins tijd of zo. Kom op, nog een nieuwe. En dit is een zeldzame, die alien die had ik al, dat weet ik. Ja, sommige skins weet ik wel of ik ze had, sommige ook totaal niet. Maar dit gaat tot nu toe echt mega goed. Bijzondere skin, dit is weer een nieuwe! Ik denk dat ik al een maand lang niet zoveel nieuwe skins achter elkaar heb gekregen. Dat is echt niet normaal. We hebben volgens mij in deze spins nu 4 of 5 nieuwe skins gekregen. Dus dat is wel heel nice. En epische, die had ik natuurlijk al. En dit is denk ik de laatste spin van deze 10 spins. Gaan we dan nog een nieuwe krijgen? Het is een gewone, dan zou het kunnen. Het is weer een nieuwe. Wow, yo. We hebben in totaal 5 nieuwe skins gekregen. Ja, 5 nieuwe skins in 10 spins tijd. Dat is voor mij doen enorm ziek. Nou, dan doen we even plus 5. Dan zitten we op de 211 skins. Dit is ziek. Oké, we komen nu heel dichtbij. Heel dichtbij. We zijn er bijna. Dan gaan we weer even naar de skins. Dan hebben we dus in totaal al 6 nieuwe skins gekregen. Dat is echt bizar. Check dan hier. We hebben dus nu in totaal 4 keer 4, dat zijn 17 skins die we nog moeten. We hebben er dus in totaal 6 inderdaad bij gekregen. Ik kon natuurlijk ook min 23, min 6 doen. Maar maakt niet uit, 17 skins moet ik nog krijgen. Oh, we komen nu echt heel erg dichtbij in de buurt. Maar we gaan weer lekker door met spinnen. Eens kijken of we in de komende 10 spins weer zoveel geluk kunnen hebben. 6 nieuwe skins. Het is echt... ziek veel geluk. Ik zal het trouwens even noteren. Oh, die heb ik al. Dat ik even onthoud precies hoeveel nieuwe skins we in totaal erbij hebben gekregen. Ik zit nu dus op de 6. Deze had ik al wel... Oh, er is wel eentje die ik nog moest die hier heel erg op leek. Ik dacht even namelijk dat ik die nog niet had. Deze heb ik helaas ook al. Ja, ik aan de kant vrij klein dat we nog zoveel nieuwe skins gaan krijgen. Maar je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Come on, 10 nieuwe skins in deze video zou echt tof zijn. Maar dan moet ik er nog 4 krijgen. En ik acht die kans wel heel klein. Want hoeveel mazzel we net hadden, zoveel mazzel ga ik denk ik nooit meer krijgen. Echt absurd. Brandweer. En nee, die heb ik ook al. Kom op, 1 nieuwe skin. Daar ben ik wel weer blij mee. Maar ja, eigenlijk ben ik al heel blij met de 6 die we hebben gekregen. Ik had echt verwacht toen ik begon met deze video. Nou, we gaan er maximaal 1 of 2 krijgen. We zitten gewoon al op de 6. Alleen kijk, dit had ik dus verwacht. Dat we alleen maar dubbele zouden krijgen. En op dit moment krijgen we ook alleen maar dubbele. Heb ik deze al? Ja, die heb ik ook al. Dan is dit of hierna de laatste spin. Als ik het goed heb onthouden. We krijgen nog een zeldzame. Die had ik ook al. Nee, dit was de laatste. Dus we hebben nu alleen maar dubbele gekregen. Dus dat is wel weer jammer, hè. Dus nu kunnen we net niet 10 keer spinnen. Dat is weer jammer, hè. Dus dat is wel een beetje shit. Weet je wat? Ik ga gewoon even die reclames kijken. Ik ga even reclames kijken. Dan krijgen jullie de spins te zien. De reclames niet. Maar dan ben ik benieuwd of ik nog wat edelstenen kan krijgen. Zodat we tot slot nog even 10 keer kunnen spinnen. Dan moeten we nu edelstenen krijgen. Of een skin zou trouwens ook wel helemaal prima zijn. Ja, een skin ben ik ook tevreden mee. En dat zou natuurlijk best wel kunnen. Want net had ik geen skin gekregen. Maar we krijgen 5 edelstenen. En dat is perfect. Want dan kunnen we nu precies weer 10 keer aan het rad spinnen. Dus dan hebben we in totaal 40 keer aan dit rad gespind. En we hebben in totaal dus tot nu toe 6 nieuwe skins gekregen. Maar ik verwacht dat we nog wel eentje gaan krijgen uit deze laatste 10 spins. Eentje moet te doen zijn. Kom op. Nog 1 nieuwe. Deze had ik ook al. Ja, deze zeldzame had ik al. Ik heb nou 2 zeldzame ook die ik nog moet hebben. En er zijn er zoveel. Dus de kans dat ik net die krijg is gewoon heel klein. Die leger skin had ik ook al. Kom op, nog eentje. Dan ben ik gewoon helemaal blij. Ik ben nu al blij, maar dan ben ik nog blij. Dan hebben we gewoon nog een positieve afsluiting. Dus hopelijk gaat het nog lukken. Deze had ik ook al, dus dit is ook alweer een dubbele. We krijgen wel echt vet veel stumbletokens er op deze manier bij. Ik had al vet veel stumbletokens, maar ze blijven er maar bij komen. Deze had ik ook al. Ja, eigenlijk is de kans dat ik nu een nieuwe skin krijg ook echt inimini klein. We krijgen nu wel een legendarische en die kans is ook maar 3%. Dus dat is ook wel vrij bijzonder dat ik een legendarische krijg. Deze gewone heb ik ook al en dan gaan we nu al richting het einde. Want ik gok dat we nog maar 2, 3 keer kunnen spinnen. En ja, het is een nieuwe, 7 nieuwe skins. Toch nog even een nieuwe tot slot erbij gekregen. Deze had ik ook al. We hebben in totaal 7 nieuwe skins gekregen. In deze video. Hoe nice is dat? Mijn edelstenen zijn nu helemaal op. Ja, ik heb echt alles opgemaakt. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat we dus weer wat nieuwe skins erbij hebben. Ja, het is echt niet normaal hoeveel ik er heb. Maar check dit. We hebben dus in totaal nu nog
16 skins die we moeten krijgen. En we begonnen met de 23. Dus we hebben weer mooi wat skins erbij gekregen. Dan kunnen we binnenkort kijken of we dit kunnen afmaken. Dat we echt deze laatste skins nog kunnen krijgen. Laat me weten in de comments of jullie dat een goed idee vinden. Als de support op deze video goed is, dan gaan we binnenkort sowieso nog een nieuwe aflevering maken van Road to Alle Skins. Maar dat was dit voor deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmeurig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!